Goed, dat zo. Want terwijl half Nederland dus vandaag lekker op het strand lag, werd er in Scheveningen een draag wat je wilt feestje gehouden. En Lieke Kuiper, jij hebt het georganiseerd. Ja. Jij bent van de Jonge Socialisten, geloof ik. Dat is de jeugdafdeling van de Partij van de Arbeid, hè? Jongerenorganisatie. Oké, jongerenorganisatie. En wat was het idee van draag wat je wilt? Wij vinden dat iedereen in Nederland zou moeten kunnen kiezen wat hij aandoet. Ja. En dat wilden we graag vieren, want wij vinden dat zeker een feestje waard. Ja, maar staat dat ter discussie dan? Nou, je merkte dat langzaam de discussie rond het burkini-debat niet alleen in Frankrijk en in België, maar ook in Nederland begon op te waaien. Dat de racistische reacties Twitter overvlogen. En wij vonden dat daar wel een wat ander geluid aan toegevoegd kon worden. Ja, ik heb nou een foto gezien van jou in burkini. Ik denk dat we die nu zien. Dit ben jij, geloof ik. Maar ik heb jou niet het water in zien gaan in die burkini. Ik vond hem gewoon niet zo lekker zitten. En aangezien het een draag wat je wil zwemfeestje was. Juist. En iemand anders uit mijn bestuur hem wel heel graag aan wilde. Ja. Heb ik een badpak aangetrokken. Oké, laten we even naar de beelden kijken. Ik wil niet al te cynisch doen, maar er zijn bijeenkomsten van de Partij van de Arbeid die drukker bezocht worden. Ja. Normaal gesproken zeggen we dat PvdA'ers mooi weer mensen zijn, maar dit keer lagen we het mooi weer. Echt anders. Juist. Dit laten zien, ik weet niet wat er nog binnen stond. Mijn keus. Oh, is mijn keus. Ja. En dit is, lijkt mij eerlijk gezegd, het is natuurlijk een van de dingen bij een burkini is dat je niet precies weet wie erin zit. Maar dit leek mij toch een mannelijke versie, of vergis ik me erin? Ja, en hij wilde hem heel graag aan. Juist. Draag wat je wilt. Dat is eigenlijk de gedachte. Voor jou zitten twee dames die, ik weet niet of ze dragen wat ze willen, maar jullie dragen in ieder geval wel, als jullie gaan zwemmen, een burkini. Ik draag wel wat ik wil. Ja? En jij bent Safiye. Ja. Hoe lang draag je een burkini? Ja, niet veel. Ja, 4-5 jaar eigenlijk wat ik zeg. Maar daarvoor was het dan dat ik dan geen badpak draag. Is het dan wel na mijn 18e, zeg maar, ben ik gestopt. En zwem je veel? Nee, niet veel. Nu ik kinderen heb, helemaal niet eigenlijk. Nu je kinderen zwem je helemaal niet meer? Ben ik bezig met mijn babytjes, zeg maar, een beetje laten opgroeien. Oké, en dan moet je wel bijblijven bij dat opgroeien. Ja. En hoe is het met de dame die naast jou zit? Zwem jij veel? Ja, eigenlijk regelmatig. Okay. Maar normaal gesproken ging ik naar vrouwen zwemmen. Gewoon omdat het alternatief was er, de keuze had ik. Dus ik koos ervoor om daar naartoe te gaan. Als je naar vrouwen zwemmen gaat, wat doe je dan aan? Ook een burkini. Ook een burkini. Ja. Waarom doe je eigenlijk een burkini aan? Ik vind het prettig. Ik voel me er goed in. Ik vind het zelf lekker zitten. Ja? Het voelt lekker, het is badstof. Ik heb er geen last van. Ik voel me er goed in. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met een soort kledingregel die je meekrijgt vanuit de godsdienst die je beleid. Ja, maar goed, dan zou je ook wat anders kunnen aandoen. Maar ik vind een burkini prettig zitten en dat draag ik. Wat is die kledingregel? Er is geen kledingregel. Vanuit voor het zwemmen. Nee, maar vanuit de godsdienst bedoel ik? Dat je zelf dient te bedekken. Ja, en wat moet je dan bedekken? Je schoonheid, dus in ieder geval je boezem, noem maar op. Maar dat is je figuur, ja. Ja. En omdat je dat vanuit de godsdienst zegt, dat moet je bedekken, dan zeg je, als ik dan wil zwemmen, dan kan ik eigenlijk op de enige manier waarop ik kan zwemmen, als ik tenminste dat geloof zo aanhang zoals jullie het interpreteren, dan moet ik een burkini aandoen. Of ik moet in mijn gewone kleren. Als ik zou gaan zwemmen, dan is dat het alternatief voor mij. Ja. Ja. Goed. Maar goed, als we vanuit het geloof gaan kijken, hè, want dat is natuurlijk de hele discussie die nou opkomt, dat de burkini iets met radicalisering te maken heeft. Maar als we uitgaan van radicalen, dan volgens hen is een burkini helemaal niet. En hoor je helemaal niet, überhaupt niet op een strand te bevinden. Ja. Als vrouw? Als vrouw en als man, met of zonder burkini. Nou dus, ja, goed, je de beelden... Is eigenlijk een beetje los van elkaar. Ik laat zo nog wel even wat foto's zien hoe vrolijk de stranden van Saoedi-Arabië eruit zien. Als je mijn filmpje maar ook laat zien, hè? Ja, jouw filmpje. Jij bent het zwembad in geweest, hè? Zullen we even kijken? Dit is een zwembad. Waar is dit eigenlijk? In Weert. In Weert. Ja. Was jij de enige die zo in vol ornaat gekleed daar in dat zwembad was? Ja. Wat waren de reacties? Wat kan ik zeggen? Ik heb me eigenlijk voor het eerst in mijn leven zo bekeken en juist onderdrukt gevoeld. Door de reacties en door de reacties van de mensen die daar zaten. Maar hoezo onderdrukt? Want kijk, ik kan me voorstellen dat mensen naar je kijken. Ik zou ook naar je kijken. Ik zou ook denken, waarom zit zo'n vrouw in volledige kleren in een zwembad? Omdat het haar keuze is. Ja, goed. Maar dan je weet wel dat je opvalt en dat er naar je gekeken wordt. Dat er gekeken wordt, had ik verwacht. Maar hoezo voelde je dan onderdrukt? De reacties die eruit kwamen, maar ook de manier van kijken. Want ik hou niet van mensen die direct de racismekaart trekken, noem maar op. Zo ben ik ook totaal niet. Ik heb me nog nooit gediscrimineerd gevoeld in Nederland. Echt nog nooit. Maar dit was voor het eerst. Jij ook niet? Nee. Maar dit was voor het eerst dat ik wel het gevoel had van, er klopt hier iets niet.
Juist. De vraag is wat er niet klopt. En daar ga ik ook even over debatteren hier aan tafel. Is dat goed? Dylan Jezilkos. U heeft zich ook al eerder natuurlijk op verschillende niveaus gemengd in het debat als het gaat over godsdienst in het openbare leven. U heeft ook wel eens een stuk geschreven over de burka. Daar gaan we het nu niet over hebben. We hebben het over de burkini. Een beetje door het woord lijkt het dichter bij de burka te staan dan dat zij zeggen dat het staat. Ja. Wat is uw bezwaar eigenlijk tegen de burkini? Laat ik vooropstellen dat ik de discussie in Frankrijk heel goed snap, maar niet in Nederland pleit voor een verbod. Hè. Hier... mogen vrouwen zelf weten wat ze aan doen. Dat gaan wij ze niet voorschrijven. Een verbod is van tafel, want u pleit uiteraard ook niet voor een verbod. Nee. Ik vind wel heel goed dat er al dagen inderdaad in Nederland een open debat is. Een scherp debat is over wat betekent het dan? Wat is de context dan van zo'n burkini? En wat mij betreft is het onderdrukkend richting de vrouw. En wat mij betreft is het een symbool van de ongelijkheid tussen man en vrouw. En ik vind ook heel goed dat we daar op die manier ook over kunnen hebben en over kunnen praten. Onderdrukkend en de ongelijkheid. Benadrukkend, ja. Juist. Dat de ongelijkheid kan ik mij iets bij voorstellen. Omdat je zegt, mannen lopen in een zwembroek op het strand en vrouwen die moeten dan volledig gekleed gaan. Ja. Is dat uw argument daarin? Ja, dat is het. Kijk, het bedekken van je haar, van je lichaam. De kern daarvan is dat je je kuisheid bewaakt. Hè? Dat de eer van de mannelijke familieleden ligt in jouw handen als vrouw. Dus je dient je te gedragen volgens bepaalde regels die niet voor de man gelden. In mijn beleving ben je dan per definitie niet zo vrij en niet gelijk als de man. Je hebt niet dezelfde rechten en niet dezelfde vrijheden. Is dat niet inherent aan godsdienst? Dat vrouwen altijd een minderwaardige positie innemen? Dat weet ik niet. Ik ben geen theoloog. Ik heb er wel een mening over. Ja, dat vroeg ik. Ik denk zeker dat in de meeste godsdiensten mannen degene zijn die in de openbare ruimte zich kunnen gedragen zoals zij willen. En dat de vrouw wat dat betreft in een marginale positie wordt gezet. En ik vind het dan verbazingwekkend dat bijvoorbeeld de jonge socialisten zo'n een ludieke actie organiseren. Dat mag iedereen. Ik had graag gezien dat er net zoveel energie en passie was ingestoken in het opkomen voor vrouwen die wegens zware sociale druk een burkini moeten dragen. In plaats van het... vieren van een symbool wat staat voor ongelijkheid. Ik ga even naar degene die tegenover zit. Want ik heb u misschien niet helemaal goed geïntroduceerd. U bent raadslid voor de VVD in Amsterdam. Ja, klopt. Oud-statenlid van de Partij van de Arbeid is Naima Achaoui. Sorry, daar zeg ik het nog. Met zo'n naam is het je vergeven. Gelukkig, dankjewel. Wat is uw standpunt in deze? Kijk, mijn standpunt gaat dat ik het bagatelliserend vind dat wij vrouwen die er voor zelf voor kiezen. Kijk, er zitten hier twee mondige, hoogopgeleide dames achter mij die zelf zeggen dat ze ervoor kiezen. En emancipatie is dat de vrouw zelf mag kiezen, haar eigen keuzes mag maken. En als de vrouw ervoor kiest om te willen zwemmen in een burkini, begrijp ik niet wat het probleem is. Ik begrijp niet welk probleem we oplossen met dat verbod. En, dat het niet per se een keuze is die voortkomt uit een vrije keuze, maar die... Als ik daar, want ik pleit niet voor een verbod. Hè. Dat is duidelijk. Dat is zeer duidelijk. We hebben natuurlijk vrije keuze. En als liberaal zal ik het ook altijd verdedigen. Volgens mij is dat ook heel erg helder. Waar het om gaat is dat er nog een andere kernwaarde is. Waar we het volgens mij ook over moeten hebben. Die heel erg fundamenteel is in onze samenleving. En dat is die gelijkheid waar ik het over had. En vrijheid kan niet bestaan zonder gelijkheid. En met alle respect, als u op het strand staat in uw bikini en uw man of vader of broer staat naast u in een zwembroek. Mm-hmm. En die heeft wel het recht om de zon op zijn huid. Met zijn zwembroek. Om de zon op zijn huid te voelen. En u geniet niet van dezelfde vrijheden maar en mogelijkheden. Heel anders. En recht. Islam, ja. Islam maar, heeft ook kledingvoorschriften voor mannen. Sorry. Islam heeft aan beide geslachten kledingvoorschriften gegeven. Dus mannen die mogen niet met zwembroek zwemmen in islam. Die hebben ook een burkini? Nee, maar wel een kledingvoorschriften. Dat ze tussen hun navel en knie bedekt moeten hebben. Ja, laten we zeggen... Dus de knie mag je ook niet zien, hè? Ja, een iets langere zwembroek is misschien net iets comfortabeler dan een hele burkini. Maar toch, die hebben wel een kledingvoorschrift. Ja. Die mogen niet met een zwembroek. Voelt u iets van het argument van Dylan dat het onderdrukkend is, omdat het niet gelijkwaardig is? Dat zegt ze dan, maar ze zegt het ook op een verkeerde manier. Ze zegt dat mannen geen kledingvoorschrift hebben. Dat wil ik even verbeteren. Mannen hebben ook een kledingvoorschrift. Want er kunnen mannen zijn die misschien ook zelfs naakt willen zwemmen. En als je moslim bent, doe je voor je God, zeg maar. Dat offer je dan. Omdat je zoveel van je God houdt, je offert dat. Geloof is gewoon heel los van
vrijheid. Wat is vrijheid eigenlijk? Wat u voelt het als een offer wat u brengt dat aan, is juist, aan God? Ja, maar dat is dan vanuit mijn eigen vrije wil natuurlijk. Ja, ik word juist onderdrukt als ze zeggen tegen mij, je mag niet geloven. Ja. Nee, en nogmaals, dan ga ik het een beetje herhalen, maar de vrije wil, die zal ik altijd verdedigen. Maar het gaat erom dat de gelijkheid ontbreekt hier tussen man en vrouw. En laten we niet doen, net alsof er nu duizenden vrouwen zijn die zich aan die regels moeten conformeren, niet vanuit hun vrije wil. En dan vind ik het heel erg bijzonder dat we in het debat niet over die vrouwen hebben, maar zeggen van ja, als men dat wil, dan dat gaan we zelfs vieren en verdedigen. Maar daar vind je mij aan je zijde. Kijk, als er vrouwen verplicht worden, kijk, ik heb zelf een tijd een hoofddoek gedragen uit vrije wil. Ik heb me ook uit vrije wil wel afgedaan, omdat ik me daar gewoon niet. Het was heel moeilijk om een hoofddoek te dragen in deze tijd. En het belemmert je in heel veel dingen. Dus ik heb met vrije wil heb ik gekozen om hem af te doen. En ik weet zeker dat als er nu een man zou opstaan en die zou mij willen, en die zijn er, die willen mij verplichten om die hoofddoek op te zetten, dat jij mijn vrijheden dan zult beschermen. Dat je ervoor zult staan. En zo vind ik ook, dus de vrouwen die in hun eigen keuze maken om die hoofddoek te dragen, dat we die moeten verdedigen en dat we hun vrijheden moeten beschermen. Vrouwen die onder dwang dat moeten doen, daar zullen we ook voor opkomen. Want ik vind dwang, kijk, daar schuurt het. Zodra er dwang komt, zodra er een man is die mij verplicht, is het een ander verhaal. Maar zolang het een keuze is, want anders vraag ik me af, wat is het verschil tussen, nou, ik bagatelliseer, ik ga ook chargeren, dat een witte man mij verbiedt om die hoofddoek of die burkini te dragen. En aan de andere kant een moslimman mij verplicht om die hoofddoek of die burkini te dragen. Dat is allebei buiten mijn eigen keuzevrijheid om. Waar volgens mij de discussie over gaat, niemand is voor een verbod. Iedereen zegt hier ook aan tafel, we verdedigen de vrije wil. Waar het om gaat is, wat betekent zoiets? Wat is de context ervan? En de context blijft. U vindt het ongelijkwaardig en onbegrepen? Het is ongelijk. Vind jij. Sorry, maar dat is jouw perspectief. Maar je hoort dat de moslima's zelf zeggen, nou, wij voelen dat niet Laten we niet zo. Doen net alsof er niet duizenden moslima's zijn die onze steun nodig hebben. We hebben het nu continu over. Continu in dit debat hebben we het over vrije wil. Die vrouwen kiezen ervoor, laten we het toch vieren als socialist zijnde. Ik snap niet waar dat vandaan komt. Je hebt in landen als Iran, in Turkije, zijn vrouwen die vechten voor zelfbeschikking. Ja, maar vechten voor de vrijheid om dat ding af te kunnen doen. En dan gaan wij in Nederland eventjes 40 jaar terug en dan gaan we zeggen, dit is toch geweldig. Ik vind dat van sociaal-democraat, ik vind dat schokkend. Nou, ik vind het als een liberaal dat jij dat zo zegt, vind ik echt ook schokkend. Want ik vind, en daar gaan we op terug, kijk vanuit jouw perspectief, vanuit mijn perspectief misschien. Hè, ik ben ook moeder van twee kinderen, van twee dochters die allebei geen burkini dragen. Maar dat is hun vrijheid en ik zal hun vrijheid altijd beschermen. Maar ik vind ook dat we die vrouwen die ervoor kiezen, dat we die keuzemogelijkheid geven. Okay. En ik vind ook dat het een stuk vrijheid geeft aan die vrouwen. Want voorheen waren ze dus niet in de gelegenheid. Waarom niet? Om zelf vroeg, omdat zij zich, je hoort het, ik voel me er niet prettig bij. Omdat zij niet kunnen aandoen en doen wat zij willen. Omdat zij worden beperkt door die regels, door die codes, doordat de openbare ruimte van de man is. Zoals jij ook. En vervolgens wordt er een lab ontworpen wat hen volledig bedekt. En dan zeggen we, wat geweldig, nu kan je wel. Zoals ook met verve opkomt voor die ex-moslims. En dat vind je maar aan jouw zijde, die er bewust voor kiezen. Ik heb het over bewuste moslims die een hoofddoek afdoen, die burkini niet willen. Ja. En die onder druk staan van die sociale druk. Daar vinden we elkaar. Daar is geen probleem. Ik herken dat niet. Goed. Dit is naar de bekende wegvraag, maar ik doe het toch even. Heeft de partij of de PVV een standpunt in deze eigenlijk? Is u voor een burkini-verbod? Oh. Meneer Pauw, heeft hij eindelijk eens een PVV'er aan de tafel zitten die geen woordvoerder bikinis en hoofddoek is, en dan ga ik die vraag stellen. Ja, maar we gaan als fractie, als partij, gaan we hierover buigen? Zijn we voor? Zijn we voor een verbod? Op de burkini? Ja. Okay. En dat heeft ermee te maken. En nogmaals, dat wij dat zien als een teken, dat werd ook al door mijn buurvrouw gezegd, als een teken van onderdrukking van vrouwen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de rechtse dame, sorry dat ik je naam vergeet, maar moet ik me niet kwalijk nemen. Safia. Die zei ook voor de uitzending, want als ik in een privé zwembad zou zwemmen, dan zou ze niet in een burkini. Maar thuis heb ik ook geen hoofddoek. Nee, ik wil het niet meer aangeven. En misschien dat jullie er nog relatief goed vanaf komen. Mag ik even heel snel wat zeggen over Dylander mening dan? Ja. Als ik een hoofddoek zou moeten dragen door mijn vader of mijn man, dan doe ik dat niet vanuit mijn geloof. Dat is dan geen geloof meer. Maar kijk, als mensen zijn die dan onderdrukt worden, zeg maar, die moet je natuurlijk wel beschermen, vind ik, in bescherming nemen. Maar daaronder moeten wij gelovigen niet lijden, vind ik. Want dat doen wij niemand. Want wij zeggen niemand ook, kijk, mijn kind, die mag zelf kiezen
Want dat zegt islam ook. Islam zegt, omdat God het wil, moet je het doen. Je mag niemand dwingen. Dat staat echt op, want je kan niemand dwingen tot geloof. En dan is het geen geloof meer. Okay. Dan doe je het niet meer voor God, maar voor je man. Ik wil nog even kijken, want ik vroeg mij af vanmiddag. Hoe ziet het er nou eigenlijk uit als je naar veel minder verlichte islamitische landen toe gaat? Zoals Iran bijvoorbeeld. Nou, dat valt in principe hier nog wel mee. Ik geloof dat links een vrouw is. Ik zou wel de beelden van Iran uit de jaren 70 willen zien daarnaast. Ja, maar goed, dan ziet Iran er natuurlijk veel spectaculairder uit. We hebben nog meer beeld. Ik moet even kijken wat we hier hebben. Ik geloof dat dit is Saoedi-Arabië. Dat ziet er natuurlijk nog veel treuriger uit. Wat jullie laten zien, sorry, maar dit zijn geen burkinis. Hè? Dit zijn Nee. Ik laat precies zien hoe de stranden eruit zien in landen waar het islamitisch regime veel strenger is. Daar hebben we het niet over vanavond. Nee, maar daarom laat ik dat juist zien. Je kunt dus zeggen dat een burkini in zekere zin een veel, zoals hier net ook door de dames gezegd werd, een veel prettiger manier is om op het strand rond te lopen dan er als een pinguïn bij te lopen. Als het zou gaan over, inderdaad, een burkini is wat dat betreft een misleidende term. Hè. Het is een samentreksel van burka en een bikini. Ja. En een burka, wij zijn voor een burka-verbod omdat dat gelaatsbedekkend is. Ja. Maar dat geldt ook voor bivakmutsen of een motorhome in een winkelstraat. En op het moment dat een burkini ook gelaatsbedekkend zou zijn, dan zou ik hier ook pleiten voor een verbod. En daar gaat het niet over, maar het gaat over twee dingen. Het gaat over de betekenis en de context. Nou, daar heb ik mijn mening over gegeven. En het gaat erbij over de zoveel duizenden vrouwen die het niet uit vrije wil doen. Duidelijk standpunt. Laatste beeld, gewoon even omdat ik het er wel aardig uit vond zien. Dit is Dubai, suppende vrouwen. Ik denk tenminste dat het vrouwen zijn. We hebben hier genoeg over gesproken voor nu. Een verbod komt er niet. Er is geloof ik op de PVV geen enkele partij die dat bepleit. Wat wou u zeggen? Kijk, we moeten er wel voor waken dat we het feminisme niet gaan gebruiken om islamofobie goed te keuren. Hè? Nee, maar even serieus, want jij bekijkt het vanuit jouw context. Jij vindt het ongelijk. Ik heb het over mensenrechten, ik heb het over gelijke rechten. Maar daarmee zet je een hele groep vrouwen weg. En vervolgens haal je islamofobie. Nee, maar jij zet een hele groep vrouwen weg. Mag ik even uitpraten? Dan mag jij, denk ik, hopelijk nog even. Ik hoop het. Jij zet een hele groep vrouwen weg. Wie zet zij weg dan? De vrouwen die uit vrije wil, die burkini willen dragen als vrouwen die ongelijkheid goedkeuren en dat ze onderdanig zijn. Die zet jij weg. Terwijl er vrouwen zijn die daar uit vrije wil, hoogopgeleide vrouwen. Die vrouwen die burkinis dragen, dat zijn de vrouwen die we op straat zien. Die fashionistas die er prachtig uitzien. Tot in de puntjes voordat ze de deur uitgaan. Die een goed baan hebben, die al gestudeerd hebben. Die zich conformeren aan de regels waarbij de openbare ruimte toebehoort aan de man. En waarbij ik je nog zou willen adviseren om dan misschien met de eigen ministers, als je bussenmakers koffie te gaan drinken. Die een hele politieke carrière al bezig zijn. Met de emancipatie van de vrouw binnen het geloof. Die zeggen, kijk naar enorme cijfers van huiselijk geweld, eergeweld, al dat soort zaken. Okay. En die moet je durven erkennen zonder islamofobie erbij te halen, genoeg. Alsjeblieft. We zijn eruit. Althans, voor nu. Helemaal niet. Kom je daarbij? Ik moet gewoon weg. Jullie zijn het niet eens, maar ik bedoel,